heb mijn ouders gezien, mijn oma, een paar vrienden. En ja, het voelt inderdaad echt als een thuiswedstrijd wat dat betreft. Gideon van Meijeren is met zijn 6e positie op de kieslijst na het uiteenvallen van de partij opeens een belangrijk gezicht bij het Forum voor Democratie. De geboren Doetinchemmer stapte zaterdag tijdens de politieke manifestatie van zijn partij het podium op voor het stadhuis. Ik voel echt een enorme passie en overtuiging om me hier gewoon voor in te zetten. Ik denk dat Forum voor Democratie de laatste kans is om ons land te redden. En om daar deel van uit te mogen maken, dat maakt me enorm trots. Partijleider Thierry Baudet wilde zelf niet op camera reageren, maar gaf tijdens zijn speech aan erg gecharmeerd te zijn van de Doetinchemmer. Van Meijeren ziet in het verlengde van zijn afgeronde studie constitutioneel recht mogelijkheden om zich te profileren op onderwerpen als gekozen burgemeesters en referenda. In de Achterhoek ziet hij ook belangrijke thema's, waaronder bereikbaarheid. Gelijktijdig in het Forum voor Democratie zie je het ook heel belangrijk dat dit soort regionale gebieden behouden blijven. Dat die aantrekkelijk blijven, wel goed bereikbaar zijn. Maar de trend van de almaar toenemende bevolkingsgroei, dat is denk ik een hele grote bedreiging voor juist het mooie leven in een gebied als de Achterhoek. Dus ook dat is, zoals je ziet, dat op het eerste gezicht misschien de standpunten van Forum heel landelijk gericht zijn, maar toch ook van grote invloed kunnen zijn op het leven hier in de Achterhoek. Deze week kwam het Forum in het nieuws door racistische uitingen in interne appjes, waarbij ook Van Meijeren zelf wordt geciteerd. De partij en de Doetinchemmer zien donderdag geen kans om op de nieuwe situatie in te gaan. Zaterdag liet Van Meijeren weten de eerdere openbaring van appjes te zien als een coup-poging. Waarin ik zelf met de volle overtuiging van metafaan achter Thierry Baudet ben blijven staan. Ook heel blij dat we de partij nu weer in eigen handen hebben en nu met frisse moed weer vooruit kunnen kijken. Het moment in Doetinchem was een test voor de komende campagnebijeenkomsten. Het bezoek aan zijn geboortestad smaakt voor Van Meijeren naar meer. We zijn heel tevreden over hoe het is verlopen. Fantastisch om te zien dat er uit Doetinchem en alle omstreken heel veel mensen toch nog hier naartoe gekomen zijn. Zelfs al is het pas gisteravond bekendgemaakt. En voor mij is dit gewoon een hele goede eerste dag om die vooral moed geeft om hiermee door te gaan en het hele land door te gaan.